Heb je veel reacties gehad op je deelname? Ja, zeg wel. Ja? Maar heel veel positieve, maar op Facebook. Oh. Oei. Die oudere mensen onder HLN en zo. Ik weet het, ja. Ja. En wat zijn die dan? Zo, een oudere mevrouw zei, ik versta er niks van, maar als hij zo geboren is, dan vind ik dat jammer. Oh. Ja. Maar dan maak ik daar een leuke video over. Ja, Jennifer, je ziet er nu heel enthousiast uit en stralend, als altijd. Herman iets minder, maar dat is altijd zo, hè, dat je dat weet. Hè? Hij is, zo geboren, hè. Zo geboren, ja. Ik ben op de toppen van mijn enthousiasme. Ja, oké, okay, nee, dat is fijn. Hysterisch ben ik. Nee, ben jij van Jennifer? Ja, tuurlijk. Ja? Vroeger minder. Ah, serieus? Ja. Waarom? Ja, dus vroeger vond ik zo van, oh ja, die vrouwen, niet zijn ding, haat ze. Ik schrijf er altijd gemene dingen over. Maar nu heb ik u een paar keer gezien en nu weet ik dat dat een shtick is. Wat? Een shtick. Dat is een shtick. Een personage. Ah, oké. Okay. Dat dat niet echt is. Hij is zo lief. Daarnet kwam hij binnen in de schmink. En hij zei, vrouw, jullie zien er fantastisch uit, zo mooi, wat heb je aan? En dan komt hij meer zo zitten. Personage, Herman. Ja, een shtick, hè. Ja, shtick. Ja, dat is mijn lievelingsbeleid. Maar eigenlijk is hij echt gewoon een sweetie. Ja. Oh. Herman. Maar, Herman. We hebben straks al afgesproken dat ik vlechtjes in zijn haar heb. Ja. Maar is een blo- ik heb je nog nooit zo gezien, Herman. Hij kan blozen. Ja, juist. Ja, een beetje een blozen wel. Hè. Ja. Een gardaal van Shrimp. Nee, je komt er dichterbij, maar je bent er nog ver af, hoor. Alexander. Hi, I'm the new Chimpo. Een sushi. Nee, het antwoord is penis. Ah. Ja. Met een garnaal kun je daar dichterbij zijn, maar nee. Hi, I'm the new Chimpo. Ja, maar je zei het niveau van de finale weken ligt hoger. Dit antwoord zou door mijn hoofd gekomen zijn, maar niet in de finale week. Oh, ja. Ja, maar de finale week met Japanse woordjes en zo. Hè. Dat is echt niet gemakkelijk, hoor. Ja. Ken je nog andere Japanse woordjes, Alexander? Arigato. En wilt dat zien? Dank u. Amai, is goed. Dat is juist geweest, hè. Ah, ja, juist. Ja. Ken jij nog Japanse woordjes? Chimpa. Hoe? Chimpa. En wat is dat? Een kut, hè. Is dat echt? Nee, Shih Tzu is vagina. Shih Tzu? Ja, Shih Tzu. Ah, dat vind ik wel een schattige naam. Ja. Voor een vagijntje. Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu, ja. You want to put your chimpo in my Shih Tzu? Nanu Philips. Nanu, welkom. ASMR, waarvoor staat dat precies? Of wat is dat precies? Autonomous Sensory Meridian Response. Ah ja, oké. Okay. Een van jouw filmpjes is 6 miljoen keer bekeken. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ga je nog tips geven voor een ASMR? Fluisteren. Ja. Heel stil zijn. Wat doet dat nog eens? Heel stil zijn. En dan nog dat tikkie zo, tikkie door. Die benen zijn zo zot als nacht. Dat zijn alle voorwerpen die je mag gebruiken. Dus je hebt keuze tussen een appel, een glazen fles, twee ballonnen, een verfborstel of een zak ajuinen. Kies maar. Mijn assistent zal het komen brengen. Oh. Graag. De zak ajuinen. Zak ajuinen. Oké, okay, ja. We gaan eerst de andere nog laten kiezen. Acid, wat kies jij? De ballon. De ballon. Oké. Okay. En Alexander? De appel. Een appel, mooie keuze. Ja, assistent komt het nu brengen. Applausje voor de assistent. Mag je dat nu al opblazen of moet ik... Ja, blaas hem op, jong. Blaas hem op. Thank you.
terug. En in deze ronde krijgt iedereen één vraag waarbij vier kernwoorden horen die elk 20 seconden kunnen opleveren. Saint-Tropez, ben jij er al geweest? Ik wel. Hoe ben jij in Saint-Tropez geweest? Ja, ik ben één keer in mijn leven op reis geweest en dat was naar Saint-Tropez. Alle. Het zijn al 5 dagen geweest, het heeft 4 dagen gestortregen. Ja. En daar kom ik nog, en dat is echt waar, ja, op zo'n marktje Nicole en Hugo tegen. Prachtig. Ja, ja. Nee, leuke mensen, hè? Enorm leuke mensen. Ja, ja, ik was absoluut wel blij dat ik er vanaf was. Nee, als ik kijk, Nicole, Hugo, ja. Ja. Top mensen. Wat vindt u zo'n strafste special effects dat je al gezien hebt, Esit? Ja, ik heb dat ook laatst gezegd in een video, die special effects van Davy Jones in Pirates of the Caribbean. Ja. Voor dat jaar, dat is echt superhot gedaan. Ah, okay. Supergoeie CGI. Ja. Ja, en Matrix, misschien de beste, maar ja, wel superleuke okay film. Ja. Wat vinden jullie het strafste van special effects dat je al gezien? Oh, bij FC de Kampioen, als Maskers en een CCM laat vallen, dat vond ik echt spectaculair. Ja. Ja. Hey, zit, heb jij kwaaltjes? Gisteren had je... ja, je moet nu weer over die teelbal beginnen. Ja, zo, ja, hij heeft nee iets raar, maar ja, je hebt het al gehoord. Bedoel, nee? Hij voelt iets aan zijn teelbal. Hij denkt natuurlijk dat hij geen kinderen niet meer kan krijgen, maar ja, dat blijkt dan iets aan zijn rug te zijn. Leg ik het goed? Ja. Ja. Er zit een zenuw en die loopt door van je wervel naar je balzak. Ja. En die zat gekneld. Dus ik moest naar de kraker daarvoor. En dat was dat weg. En wat hebben ze gekraakt? Mijn onderrug. Ah, oké. Okay. Ja, we zitten nu voor de tweede keer. Gisteren teruggekeerd, gewonnen. Ja. Goed gespeeld, hè? Ja, zeer goed gespeeld. Ja, nee, haastrijd, goed gespeeld. Maar ja, ik vind dat die jonge mensen die verbazen mij elke keer. Waarom? Ja, die weten zoveel. Ah. Toen ik zo jong was, wist ik van toen nog blazen, denk ik. Ja. Maar het internet, ja. Gewoon denk dat het grootste verschil is. Ja, maar je moet tijd hebben om dat allemaal te doen. Alle tijd van de wereld. Dag Margriet, dag Barbara. Fantastisch om jullie naast elkaar te zien zitten. Zijn jullie fan van elkaar? Absoluut, vanaf het eerste uur. Vanaf de aanrijding in Moskou al. Oeh, ja. Het is ook mooi om jullie te zien. Oh, mooie trein trouwens. Ook, ik bedoel, oh, wat zeg ik nu? Zijn jullie eigenlijk al vaak op de spoed beland ooit? Ja, maar ik snap de term spoed natuurlijk niet. Hè. 3 uur wachten. Ja. Ik snap het. Ik ben ooit ook wel 3 keer al in de spoed beland. 3 keer al? Ja, de ergste keer, maar toen bestonden die kleurtjes nog niet. Ik had een hernia, ja, een serieuze hernia. En die huisdokter die ik toen had, die zei, blijf maar rustig, blijf maar in je bed liggen. Lig je daar al 14 dagen in mijn bed, al op mijn emmer. Ik zeg maar, alleen, dat werd niet beter, dat werd erger en erger en erger. En toen belden ze. Ik moet naar de spoed. En toen kwam de spoed en er kwamen er zo 2 verpleegsters aan met een stoel. Maar ik had zo'n draaitrap. En die keken zo in dat bed en die denken, oei, moeten wij die stoel dragen? Ik zeg, dat gaat niet lukken, meisjes. Ja. Enfin, dan op de duur is de brandweer gekomen. Ze getakeld. Ze hebben mij zo door het raam van boven zo getakeld. In mijn straat komt nooit geen kat. Toen stond daar, denk ik, 50 man te kijken. En dan riep er nog een van de brandweer. Zeg, Margriet, je komt toch zingen met Sint-Cecilia? Echt gebeurd allemaal. Ja, fantastisch verhaal. Ja. Ja. Condooms. Condooms, inderdaad. Hier werden ze opgeblazen om te zien of er geen gaatjes in zitten. Dat is toch... Dat meen je toch niet? Ja, natuurlijk. Meen je die? Gaan die dat zo... Ja, de opblaastest. Dat doen ze ja, maar is dat dan nog te gebruiken? Dat zijn er toch geen die ze nog gebruiken? Ja, wel, ja, dat zijn er zeker die ze nog gebruiken. Dat zijn de, die ze gebruiken voor blowjobs. Die hebben ze al gebruikt. Heb je wel eens iets voor gehad met een condoom, Geert? Dat is natuurlijk een nogal privé. Dat is een heel persoonlijke vraag, ja, maar nee, ik denk het niet. Nee. Margriet, jij al eens iets voor gehad? Ja, het stinkt, hè. Ik vind dat dan niet lekker ruikt, Geert. Fietsen jullie veel? Fiets jij veel, Margriet? Normaal fiets ik veel, maar deze periode is... Het is niet aangenaam. Hè. Het is nat, het is glad. Ah, ja, zo, okay. Ja, maar ik heb dus een fiets voor... Het is geen home trainer, maar het is echt zo'n een koersfiets voor binnen. Dus eigenlijk ook een speciaal programma, ja. Ah, okay. En gaat het goed? Het zit nog in de doos. Mijn moeder die zei ooit tegen mij, Margrietje, zegt ze... Ik denk dat ik zo'n homo-trainer moet kopen.
En ze kan heel goed dansen, zit mij in Dancing with the Stars. Hij zit, kun jij goed dansen? Ze hebben mij ook gevraagd. Oeh, echt? Ja. Mee, voor Dancing with the Stars? Nee, maar niet dit jaar. 2 jaar of 3 jaar geleden. Alle. Ik heb nee gezegd. Nee. Maar dat zou ik wel willen zien. Hij zit, Nee. Wat? Nee. Ja, maar ja. Niet. Weet je wat, als ze bellen, dan, en ze bellen mij ook, denk ik, ieder jaar. Als jij mij doet, doe ik ook mee. Ja. Maar samen, hè? Als duo, hoor. Ja, cool. Cool. Ja. Mariet, hebben ze jou al gebeld? Welke sukkelaar gaat zich tegen mij plakken? Is het? Heb je ooit al iets voor gehad met de politie in Blankenbergen? Kennen jullie de preventiedienst? Nee. Die paarse jas? Nee. Nee? Oké, einde verhaal. Nee, ik wil het horen. Ja, ik had zo'n jas gekocht, online. Ja. Zo exact dezelfde jas van de preventie. Ja. Ah, zo. Ja, oké. En ik had de preventiedienst nagedaan. Ja. Dat sluit wel leuk aan hierop. Die, wat doen die altijd zo roepen dat je niet met de fiets op de stoep mag rijden? Dus ik sta in die video op straat met zo'n fake snor en die jas. Zo te doen alsof ik bij de preventie zit, zo'n beetje domme ding te zeggen. Ja. Rijdt er iemand op de stoep? Ah, ja, okay. Zag ik ervan, hij werkt bij de preventiedienst. Hij heeft een boete gegeven. Nee, ze zijn die jas, de politie is met de huiszoekingsbevel die jas komen halen. Nee, echt of ja, echt, daar staat nog allemaal op YouTube. Mof, hè? Ja. Zeker kijken. Ja. Barbara, ben jij gemakkelijk te bieden? Ja, ik dacht van niet, maar ja, ik ga me binnenkort toch wel voor een derde keer laten vaccineren. Lano. Hey, Siet, heb jij al een boek geschreven of zie je dat zelf ooit doen? Nee. Nee. De winstmarges daarop zijn te klein. Barbara, jouw boek... Jij sleurt dat overal mee. Ik sleur overal mee. Oh, ja, ik vind het een heel mooi boek. Ga je het kopen, Margriet? Ik ga het zeker lezen. Ja, maar... Is het heeft gelijk, hè? Ja. Zo gaan we die winstmarge niet vergroten, nee, natuurlijk. Was... Doorgeven aan uw vrienden. Stop daarmee, mensen. Nee. Ken jij de andere 6 schoonheden, is het? Blauwe ogen? Nee. De derde tepel. Nee, de 7 schoonheden zijn die sproetjes, dan donker haar, bleke huid, schoonheidsvlek, lange gekrulde wimpers, amandelvormige ogen en kuiltjes in de wangen. Dat zijn de 7 schoonheden. Hebben jullie veel van die 7 schoonheden? Maar als je het al moet vragen, Erik. Vaccine. Please don't forget my arm. Nee, er is een gerucht dat je iets zou hebben met die nieuwslezeres van de VRT, Fatma Taspina. Ja, nee, ik ga er geen commentaar over geven. Ik ook niet. Het is een mooie vrouw, dat is waar. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook geprobeerd vorig seizoen, maar zwaar gefaald. Oh. Bij Fatma, ja. Ah, is het waar? Ja. Ja, maar die is nu samen met u of niet? Of mag ik geef daar geen commentaar over. Praat ze er maar over mij of zo? Nee. Elke dag. Even, ik heb trouwens goed nieuws. Mijn vriendin vindt u super sexy. Ik heb slecht nieuws ook, ze vindt mij ook sexy. Ja. Zet daar nu niet veel mee. Ja, je lijkt mij vermagerd ook. Dus misschien een t-shirt. Ik zal hem even tonen. Het is Tanja Dexters. Tanja Dexters, ja. Maar mooi. Ik heb al gemerkt, dit is Tanja Dexters voor het weekend. En als ik neerzit, is dat Tanja Dexters. Kennen jullie elkaar al een beetje? Goh, we zijn elkaar gisteren in Antwerpen. Ik fietste in Antwerpen. En echt verhaal wel. Ja, en we zijn elkaar tegengekomen. En ik heb hey gezegd. Ja, en dan heeft hij hey gezegd. En dat is wat wij al samen hebben meegemaakt. Maar, maar ik ben heel blij. Ik ben ook heel grote fan. Ja, zeker. Ah, serieus? Ja. Ik mag ook Jonathan zeggen. Ja, die noemt mij Jonathan, ja. Jonathan? Dus, echt noemt hij Jonathan? Hè? Nee, Jonas, dacht ik. Ah, oké. Okay. ik mag Jonas zeggen. Jonas. Vrienden zijn wij, vrienden. Sorry, Jeff, sorry. Okay, heb je veel reacties gehad op je jurybeurten hier? Ja, HLN is super positief over mij. Yeah. En ze bellen. Hé, hey, Jonas, sorry dat we u daarmee... Jonathan? Hé, hey, Jonathan. Sorry dat we u daarmee overvallen, maar
We hebben een paar vragen voor u, want we zijn een artikel aan het schrijven over de revelatie van de slimste mensjury, Jennifer Heilen. Ah, ja, 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 zeker, zeker. Altijd vriendelijk blijven, hè, ja. Dat is goed. Nee, de nieuwkomer vanavond is Steven van Gucht. Wat verwachten jullie van hem? Ik voel me altijd veilig in uw buurt. Ja, dat is grappig. Dat is een soort vaderfiguur voor mij, eigenlijk. Omdat als mijn vader vroeger langskwam, dan wisten we ook, oh shit, is niet goed. Nee. Gebruik je dat ook, rozenblaadjes in bad? Nee. Of zo... Ja. Kon, hè? Kon, of eentjes of zo? Eentjes? Nee, eentjes heb ik wel liggen. Dat is nog van mijn zoon toen hij klein was en dat is er altijd blijven liggen. Er liggen dinosaurussen in mijn badkamer, eentjes, dat stof. Ik wil wel iets hebben. Ja. Ja. Want eentje is toch gevaarlijk voor bacteriën of zo, dacht ik. Hè? Of, wow, dat valt wel. Dat valt wel mee. Geert, klopt dat? Of dat meevalt. Ik heb geen... Daar komt toch altijd zo van dat vies prut uit. Ja. Ja. Ik denk dat meer schimmels zijn eigenlijk die daarin zitten dan bacteriën. Zeker als ze zo al heel lang daar liggen. Ja, ja, ja. Die zwarte ding, dat zijn zeker schimmels. Ja, ja, Steven, pas ermee op. Hè. Ja. Ja, een beetje stimulatie van je immuunsysteem kan. Rare verkiezingen, vies van het jaar. Nou, ja, een beetje raar, ja. Het is gelijk zo vies België en vies België doet. Raar. Ja, ook ooit gewonnen, hè, door een rog. Vies Belgium Beauty. Is dat zo? Ja, George de Rog. Nee. Annelien Korf is ook. Sorry. Vaccine. I'm begging you, please do take that shot. Vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Voilà. Ja. Oh, dat vind ik moeilijk. Ja, het is moeilijk. Ja. Steven was grappig. Ja, grappig. Ja. Creatief. Maar de wetenschap heeft al zoveel afgepakt van Annelore en andere. Mogen de cultuur helemaal akkoord. 10 seconden voor Annelore. Ja. Hoe kussen jullie het liefst eigenlijk? Met de mond. Ja, ja. Ja. En dronken, zoals iedereen. Het HLN stond er in het groot. Boekie de rapper masturbeerde op dit FC de Kampioenen personage. Ja. Dus dan kreeg ik berichten van mijn ma. Ik ben zo fier op u. Vragen zijn van finale week niveau, maar de antwoorden ook. Blijven nog 3 over. Steven. Ja, schildpad, pas. Zie daar, een schildpad. De antwoorden zijn van finale week niveau. Ja. En toen ging het naar beneden. Ja. Nee, Annelore. Stop. Nee, stop. Ja, we waren naar vogels op zoek. Ja. Ja. Ik was al die koeken aan het... Dat zijn schildpadden die aan het paren waren. Het schildpadden aan het paren waren? Parende schildpadden, ja, die twee. Die... Ja, maar... Ik moet dezelfde drugs hebben, ik zie het. Het is patchouli. Steven, kun jij genieten van vogels? Ja, absoluut. Er zitten er heel veel in mijn tuin. Nochtans lopen er ook veel katten rond, Geert. Dus dat hoeft niet noodzakelijk... Het zijn wel killers, die katten. Ja. Ja. Ze moeten hebben struiken en bomen nodig. En er zit van alles in mijn tuin. Schildpadden. Oh, prachtig. Ik kan hier een half uur naar kijken. Echt. Ja, 2 professors over vogels. Ja. 8 jaar gestudeerd. Ik heb ooit eens gezien. Ik,
ik heb thuis kippen lopen en daar loopt zo een heel klein kippetje tussen. En ik heb ooit dus per toeval, ik was aan het kijken en ik zag dat die dus aangevallen werd door een roofvogel. Wow. En dan zijn die andere kippen ter hulp gesneld om die roofvogel weg te jagen. Ja. Dus ja, vogels kijken is interessant. En was dat een roofschildpad of was dat... Nee, nee, het was gewoon een soort kiekendief of zo. Ah, ja, ja. Kiekendief, ja. Ah, ja, waarschijnlijk. WeTransfer. Gebruiken jullie het vaak, WeTransfer? Ik heb een kameraad en die doet WeTransfer. Ja, Steven, je hebt dus gezegd dat je geëxperimenteerd hebt met wiet om medische redenen, maar dat doe je niet meer. Om medische redenen. Medische redenen. Nee, doe dat niet meer. Nee, het hielp niet. Nee, en wel... Om te slapen. Om beter te slapen. Ze hadden mij dat gezegd dat dat goed was als je insomnia hebt, als je niet goed kan slapen. Ja. Dat je al moe van zou worden. Maar dat sliep even slecht, maar je trok het je minder aan. Hè. Dat was Ja. Dat heb ik niet zo recht. Ja. Dat heb ik onthouden. Ja. Ik vind jou een heel knappe man trouwens. Dus ja, zelfs als je er nooit vermoedt. Dat heb je wel eens eerder laten doorschemeren, ja. Echt waar? Ja, ja. Ja. Valt het op of? Ja, het valt nu op te vallen. Ja, echt valt op. Arjen, we hebben een meldpunt, hè. Ja. Wie is het vertrouwenspersoon hier? Ja, het is toch leuk dat ik dat zeg. Ik voel me gevleid, dankjewel. Ik vind jou ook heel erg leuk. Oeh, jongens. Ja. Ah, leuk. Niet knappen. Nee, nee. Dat is in Nederland is dat hetzelfde. Is dat zo? Hierom? Ja. Shut the fuck up. Wat vind je van de tegenstanders? Of wat denk je ervan? Nou, daar ben ik angstig voor natuurlijk, want het zijn twee geleerden. Het zijn twee professoren. Exact. Letterlijk, ja. En bij ons heb je dus vergelijkbare figuren die beroemd zijn geworden de afgelopen 2 jaar. Ja. Maar die zijn wat minder jeugdig en vlot. Bij ons zijn ze een beetje... Ze zijn wat ouder en wat meer groeven in hun gezicht. Ja. Alsof we al 10 jaar last hebben van een pandemie. Dit is nog heel fris. Dit is heel... Ja. Geert, jij hebt het gisteren weer gewonnen. Ja, het gaat goed, hè. Ja. Bereid je nu nog voor? Nee, daar heb je natuurlijk geen tijd voor overdag. Nee. Maar in tegenstelling tot Steven heb ik eigenlijk overdag op mijn werk niet zoveel stress. Ook al is dat wel, dat klinkt wel raar, maar dat zou ik niet mogen dat ik daar nog stress van heb. Dus dit is voor mij stresserender. Het zijn maar mensenlevens, hè. Ja. Ken je Rome een beetje, Jennifer? Ja, van op tv, hè. Ah, ja. Uiteraard. Ja. En ik weet dat hij het heeft voor vrouwen zoals ik. Ja. Sportieve vrouwen. Geestige vrouwen. Toffe vrouwen. Ja. Arme vrouwen. U zegt dat ik arm ben? Ik heb de kleed aan van de stylist. Dat is waar. Dat is waar. En oorbellen van een A&M. Die zijn wel van mij. Jennifer, wat vind je zo op het eerste gezicht van je? Vind je eigenlijk een knappe man? Heel knap. Ja? En wat vind ik het knapst? Ja, wat vind je het knapst? Zijn zwoele lippen. En... Nee, het is een knappe man. Op zijn manier. Ik vind wel, dat vind ik dus heel leuk, de finale weken. Ja. Om te doen. Je voelt gewoon als je eraan komt, er is meer spanning. Ja. Het publiek is ook zenuwachtiger, de vragen worden moeilijker en de kandidaten zijn een pak lelijker. Zwaar. Elk jaar hetzelfde. Zijn jullie ooit vermist geweest? Mijn verloofde heeft altijd gezegd, als zij ooit verdwijnt, ja, dat ik mijn leven een nieuwe vrouw mag zoeken in mijn leven, om mijn leven mee te delen. En ze is nu 13 dagen vermist. Ja. Dus het doet heel veel pijn, maar ik moet verder. Ja. Ik moet gewoon verder. Het is niet achteruit kijken, het is vooruit kijken, zeg ik altijd. Steven is een goede breakdancer, heb ik gehoord. Staat op een kaartje. Staat op een kaartje. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe weet je dat? Hoe is het echt? Dat staat niet op mijn kaartje. Natuurlijk is dat echt. Heb je gebreakdanced ooit? Maar nee, Rick. Heb je een favoriete wolkenkrabber, Arjen? Ik ben een keer naar New York gevlogen om het uit te maken met mijn vriendin op het Empire State Building. Wat? Ja. Echt? Want we dachten, de relatie is wel klaar. Ja. En we moeten dat ergens uitmaken. En iedereen gaat naar het Empire State Building om elkaar ten huwelijk te vragen. Dan gaan we daarheen om het uit te maken. Ja. Maar toen stond er een te lange rij. En toen zijn jullie getrouwd. Nee, dat niet. Toen zijn we naar het Rockefeller Center gegaan en hebben we daar gedaan. Ja. Ik kan heel goed jong leren, Erik. Wil je het eens zien? Ja.
Ja, ik heb wel geen ballen, maar... Hè. Amai, ja. Vind je het leuk, Meroom? Ja. Ja, ik vind het superleuk. De laatste keer dat ik Elodie heb gezien, wou zij mijn ballen niet jongleren. En dan heb ik haar maar op een boot gezet. Wacht, mag ik dat even opnieuw doen? Want, Laat jullie veel leveren thuis? Ja, maar mijn probleem met die dingen is de lange levertijden soms. Allee, de onverwachte, je weet nooit hoe lang het gaat duren. Ja. Het kan soms wel een tijdje duren, dus heb ik ooit eens de morning after pill besteld. Ja. En toen die uiteindelijk dan geleverd werd, heeft Remus die in ontvangst genomen. Jeroen, moet jouw partner het juiste sterrenbeeld hebben? Niet per se, maar ik ben wel daarmee horoscopen en zo. Ah, je bent ermee bezig? Dat wel af en toe. Ah, okay. En ja. Ik moet zeggen, ik geloof het niet, maar soms zit het er echt bonk op. Want ik heb die van vanmorgen bijvoorbeeld gelezen. Ja. Donderdag, 16 december. Stier. Ja. Beste stier, vanavond ga je de vrouw tegenkomen waar je het tweede deel van je leven mee zal doorbrengen. Ja. Maar eerst nog een uurtje naast Jennifer Heilens. Vraag 11, Steven. Soms zie je hier een grappig filmpje, soms leer je hier iets bij en soms tonen we hier gewoon een superschattige foto, zoals vandaag. Oh. Ja, van welk dier zien we hier de babyversie, Steven? Is dat een lemur? Een wat? Lemur? Nee. Nee. Geert? Een luiaard. Een luiaard, ja. Oh. Had jullie al gezien een pasgeboren luiaard? Ik al heel veel, ja. Nee, het is waar, ja, maar ik heb als student nog een stage gedaan in een kraamkliniek in Wallonië.